President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag voor een officieel bezoek vertrokken naar de Dominicaanse Republiek. Van 4 tot en met 8 oktober zal het staatshoofd op uitnodiging van zijn ambtgenoot Luis Abinader gesprekken voeren om de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden, waaronder handel en investeringen, onderwijs, energie en landbouw, te versterken. Daarnaast zullen regionale en internationale issues aan de orde komen die effecten hebben op het Caribisch gebied, zoals klimaatverandering, klimaatfinanciering, de aanstaande klimaattop in Dubai, de oorlog in Oekraïne en de politieke situatie op Haiti. Met het staatshoofd zijn ook 12 zakenlieden meegereisd. Suriname Airways voert normaal vluchten uit naar Miami. Zondag ging er een bericht viraal, al zou de vliegverbinding tussen Paramaribo en Miami voor een periode van 6 maanden zijn stopgezet. De maatschappij heeft vanmorgen normaal een vlucht naar Miami uitgevoerd. De Miami International Airport heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van een stopzetting van de vliegverbinding. Door de stakeholders in Miami wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de berichtgeving. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van OW heeft gisteren op de AMS het startsein gegeven van de eerste fase van het pilotproject Adoptiescholen in Suriname. Het schoolterrein van de AMS heeft een algehele schoonmaakbeurt gekregen van dit directoraat. Het project heeft tot doel de leeromstandigheden te verbeteren en de algehele kwaliteit van het onderwijs op de 10 geselecteerde scholen te vergroten. Het ligt in de bedoeling om scholen via een holistische benadering te faciliteren en te ondersteunen om te komen tot hoogwaardig kwalitatief onderwijs.